mobili. Weer maandagavond 9 uur, tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie hier op kanaal 8.3. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Zoals vervat in artikel 81 van de Grondwet van de Republiek Suriname, heeft de president, zijn excellentie Desiree Bouterse, op maandag 1 oktober tijdens een buitengewone openbare vergadering de jaarrede gepresenteerd in de Nationale Assemblée, waar ook de staatsbegroting over het dienstjaar 2019 is ingediend. Critici zijn van mening dat hetgeen door de president is voorgehouden aan het parlement niet haalbaar is en zelf niet realistisch. Anderen hebben echter enthousiaste voornemens van de regering aangehoord. We hebben vanavond twee gasten die van wanten weten. En we hebben hun gevraagd om hun licht te doen schijnen over de jaarrede van de president. We zullen het vanavond in deze aflevering hebben over de jaarrede van de president. De gasten voor vanavond zijn Amsat Abdul, DNA-lid, econoom. Amsat is van huis uit econoom en leerkracht. In 2010 is hij voor de eerste keer gekozen tot lid van de Nationale Assemblée. In 2015 is hij herkozen. Amsat is verder de voorzitter van de volgende vaste commissies in de Nationale Assemblée, te weten de vaste commissie van Financiën, de vaste commissie Handel, Industrie en Toerisme, de vaste commissie Staatsuitgaven en de vaste commissie Landbouw, Veeteelt en Visserij. Vanuit DNA is Amsat de vaste vertegenwoordiger bij de World Trade Organization, de WTO. Amsat is verder de waarnemend fractieleider van de Nationale Democratische Partij in de Nationale Assemblée. Kijkers, Amsat Abdul. Melvin Bouva, vicevoorzitter DNA. Van huis uit is Bouva jurist en public administrator. In de periode van 2004 tot 2007 is hij de voorzitter geweest van het Nationaal Jeugdparlement en is enkele jaren ook betrokken geweest in het Jeugdambassadeurskorps. Bouva heeft verder als stafmedewerker gewerkt bij het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur en is gewezen verslaggever en columnist. In 2010 werd Bouva gekozen tot lid van de Nationale Assemblée. In 2015 is hij herkozen en is thans de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Kijkers, Melvin Bouva. Om gelijk met de deur in huis te vallen. Hoe kijkt u er tegenaan als critici stellen dat de jaarrede van de president niet realistisch is? Ik zou zeggen dat ze zich behoorlijk vergissen. De president heeft eigenlijk het proces van ontwikkeling geschetst die nu in het land heerst. Wanneer de president praat over ondernemen in de houtsector, in de toerisme, wanneer hij concrete voorbeelden aangeeft waarbij mensen in de agrarische sector hebben ondernomen en successen hebben geboekt. Wanneer de president aangeeft dat het Nationaal Breedbandproject in uitvoering is, dat het Dalian 4-project in uitvoering is en nu al vruchten afwerpt. Wanneer de president daarnaast ook zijn intenties bekend maakt om bijvoorbeeld een fonds te maken om de gezondheidszorg te financieren en hoe hij de onderwijssector verder wil versterken, dan zou ik heel anders naar kijken. Het is gewoon de realiteit dat hij daar heeft aangekaart. Gewoon de sterkte van de realiteit dat eigenlijk boekdelen spreekt. En dan zou het vaststellen dat het niet realistisch is, gewoon bezijdens de waarheid zijn. Omdat de president gewoon concreet met voorbeelden de realiteit heeft geschetst in de Nationale Assemblée. Ik denk dat natuurlijk de critici die hebben
hun recht opnieuw aangetrokken om kritiek te leveren. En kritiek mag, dat is soms goed om scherp te zijn en scherp te blijven. Maar natuurlijk moet je de realiteit niet wegzien. Nou, op de eerste plaats stellen. Als je aangeeft dat hetgeen je voorneemt in je persoonlijk leven, dat dat niet haalbaar is, dat je in feite voor jezelf ongeloofwaardig bent. Ik denk dat vanuit die persoonlijke ervaring, afgezet naar het land, je altijd een aantal goede voornemens moet hebben in wat je wilt doen. En dat is ook de opdracht die een regering, een president heeft, uiterlijk 1 oktober te presenteren. Wat zijn de voornemens voor het dienstjaar? Wat zijn de voornemens voor die samenleving voor het jaar dat voor ons ligt? En we moeten realistisch zijn, dat zoals het is in ons persoonlijk leven, zeg ik altijd, als je 10 voornemens hebt, 10 wil, dat met hard werken, met helemaal niet werken, bereik je 0. Ja. Met een beetje werken misschien 5. Maar zoals we dat hebben gezien, er is een wil om hard te werken. Er is een geloof dat de job inderdaad geklaard kan worden. En vanuit dat vertrouwen tot wat we tot op dit punt hebben gezien, dat de regering die moeizaam er doorheen gaat, toch wel ondanks die moeilijke periode een aantal zaken heeft neergezet. En daarvan uitgaande kunnen we best wel zeggen dat we de overtuiging kunnen dragen dat er wel een aantal zaken zullen worden gerealiseerd. Het is nooit 100%. Dat kan niemand zeggen. Zelfs de critici die kritiek leveren, kunnen dat voor zichzelf niet zeggen. Ook niet voor hun organisatie. Zij het hun eigen organisatie, hun politieke organisatie, waar dat ook. De realiteit wil dat je hard moet werken om zoveel mogelijk te bereiken. En ik ga jullie garantie geven dat wij dat zullen doen. De regering zal dat moeten doen. En vanuit het parlement zullen wij ook het werk voorop zeggen. Daarnaast wil ik benadrukken dat het duidelijk moet zijn dat voor een belangrijk deel wat de president heeft gepresenteerd in de jaarrede geldt, dat een aantal van de projecten al lopende zijn. Als er wordt gesproken over de rehabilitatie van sportaccommodaties bijvoorbeeld, ja, is het bewezen dat die al daar zijn en dat men daarmee doorgaat. Als er wordt gesproken over het opvoeren van het gronduitgiftebeleid, dan is het bewezen dat we zijn afgekomen van een gronduitgiftebeleid van allerlei stichting Dickens en Nacking naar een beleid waarbij mensen die echt een stukje grond nodig hebben, voor dit jaar zijn het 3800 mensen in stad en district, dat die het hebben gehad en dat de regering daarmee doorgaat. Over woningbouw zijn de voorbeelden daar. Als we praten ook over Dalian 4, over het KMO-fonds, over AKF, zijn het geen dingen die uit de lucht zijn gegrepen, zijn zaken waarin er al in zekere zin is geïnvesteerd. Het palmolieproject is er ook een voorbeeld van. Het is niet uit de lucht komen vallen dat we straks 300.000 palmoliebomen hebben staan om de productie op dat punt te hebben. Dus mensen die hun ogen willen sluiten voor de realiteit, ook de voorbeelden die zijn aangehaald door collega Abdullah als het gaat om ondernemerschap, hij verwees naar dat van de president, dan denk ik dat dat een zaak is dat ze met een doffe bril bekijken. Wat we willen is dat we met een heldere bril kritisch de zaken moeten volgen. En ik denk dat we met z'n allen 1 oktober 2009 dus zullen moeten evalueren en zien dat we een belangrijk deel wel hebben behaald. Er zijn uitdagingen, maar ik denk dat we daarvoor zullen moeten gaan. Oké, ik mag dus concluderen dat u het wel realistisch vindt en dat de volgende voornemens van de regering wel haalbaar zijn. Absoluut. Het is realistisch. Het is haalbaar omdat al is bewezen dat er een behoorlijke basis is gelegd om dat uit te voeren. Het is realistisch, het is haalbaar omdat we ook al hebben gezien dat ondanks de sociaal-economische, vooral economische crisis waar wij doorheen zijn gegaan, en ik zeg zijn gegaan, ik bedoel daarmee te zeggen dat we in redelijke zin zien dat er een positieve spiraal zich aan het vormen is, dat ondanks de periode toen de regering een aantal zaken heeft gegarandeerd en nu met de garantie, zoals de president dat heeft uitgesproken, en ik benadruk dat omdat ik bijzonder goed gestemd ben daarmee, dat onder andere het sociaal contract stand bleef houden. En wij zien dat de regering willing is om dat te doen. Mensen hebben in de overheidssectoren en ook bij de bepaalde particulieren ook een salariscorrectie gehad, wat ook een zekere stimulans moet betekenen voor de economie, om ons BBP ook op te voeren. Dus de vooruitzichten zijn positief. If you want Sheng of in one Sheng, dat is 2. Maar de vooruitzichten zijn positief. Dus de critici willen we vragen om kritisch te blijven zijn.
Maar kritisch zijn en blijven betekent niet om blind te staren op een aantal hele positieve, op een moment, maar uitdagende zaken waar we voor staan. We horen dan ook geluiden dat de president of de regering zich eerder moet toespitsen op prioriteiten. Deelt u dezelfde mening of zegt u elk werkgebied van de regering verdient evenveel aandacht? Prioriteiten moeten sowieso gesteld worden. We komen net van twee heel zware jaren waarbij de prijs van onze commodities, goud en aardolie, behoorlijk is gedaald. De inkomsten van de overheid was behoorlijk gedaald, is behoorlijk gedaald. En dan moet je prioriteiten stellen. Elke regering zou dat doen. Maar wat is dan je prioriteit en wat heb je allemaal gerealiseerd? Prioriteit was natuurlijk dat stukje van stabiliteit. Dat de stabiliteit terug moest zijn. En de stabiliteit is terug. De wisselkoers is stabiel. De inflatie is gedaald van een double digit naar een single digit inflation. Onze monetaire reserve is momenteel stijgende. Dus noem maar op. Al die positieve inzichten zijn daar. En prioriteit is gesteld op basis van eigenlijk de beschikbare middelen. Waarom geef je dat uit? En dan refereer ik naar de jaarrede van de president, waarbij hij concreet en duidelijk is begonnen met dat sociaal beschermingspolitiek, dat onvoorwaardelijk gecontinueerd zal worden. Dus dat heeft prioriteit genoten bij de regering. En op basis van de prioriteiten van de regering kan ik u nu best wel meegeven dat wij uit de crisis stap voor stap geraken. En dat we nu eigenlijk daar zijn waar we kunnen zeggen van jongens, we hebben de stabiliteit nu al en nu is het van hierop voortborduren. Ja, dus in het verlengde daarvan denk ik inderdaad hoor, dat we goed moeten beseffen dat we de afgelopen periode van de regering hebben gevraagd en dat ook hebben gezien, dat er behoorlijk veel prioriteit moest worden gegeven aan het herstel van de economie. Het beperken van de schade, het stabiliseren van onze financiële economische situatie. En we zien dat de indicatoren dat aangeven. Dat betekent dat niet meneer Abdul aan de ene kant en meneer, noem het maar wat, meneer Gayadin aan de andere kant, of meneer Makka vanuit de plek van waar hij praat, en ik noem maar namen, A, B en C kunnen zeggen. De indicatoren zijn hard, zijn cijfers. Als we praten over een jaar inflatie van ruim 50%, dan wat het nu is 9,2%, dan kun je niet zeggen dat dat niet hard is. Dat zijn feiten. En zo kun je kijken naar de monetaire reserve, etc. Dus we zien dat die prioriteit in belangrijke mate is gerealiseerd. Wat we verwachten is dat nu in de uitvoering van beleid, waartoe nu in tegenstelling tot zeker 2016 wat meer ruimte voor bestaat, dat de regering inderdaad prioriteiten gaat stellen. Ja. Zaken die natuurlijk day-to-day zijn, die moeten doorgaan in ons dagelijks leven. En ik ga steeds bewust naar ons dagelijks leven, maar dat voor mij en voor ieder makkelijk te volgen is. In ons dagelijks leven moeten we natuurlijk baden, in een normaal geval denk ik zo. Ja. Onze tanden poetsen, we moeten eten en drinken. Dus dat moet ook gelden voor die regering. Wat moet iedere dag, iedere maand, dat moet gewoon doorgaan. Salarissen moeten betaald worden, stroom, water, schoot, dat moet. Mm-hmm. Maar er moet natuurlijk prioriteit worden gegeven aan een x-aantal sectoren. En ik denk in die lijn, zeker de zaak van onderwijs, dat blijft. De gezondheidszorg, daar moeten we hoge prioriteit aan geven. Want de intentie om met basiszorgverzekering af te komen van die broeia wat er was met on- en min vermogenkaarten, dat mag niet verzaken in de situatie zoals het toen was. Het moet aan verbetering, het is aan verbetering toe. Mensen kunnen niet langer in de zon staan wachten en 3 maanden een kaart krijgen en terugkomen. Noem maar op, we kennen die weer het is. Dus daar moet naar gekeken worden, om de ordening daarvan, bij de president daarover horen praten. Ik geloof verder dat er bijzonder veel prioriteit moet worden gegeven aan huisvesting. En ik geloof dat collega Abdul daarvan niet kan afwijken. En mijn overige collega's die, naar mijn ervaring, word ik wekelijks, dagelijks bijna gebeld en gecontact. Maar mensen zijn aan het zoeken om een paar jaar huur, ja, 1500, kan niet in aanmerking komen van huis. En ik ben blij te horen dat er nu een paar honderd huizen in de pipeline zijn. Dus regering, ga daarmee door, maar zorg er vooral voor dat los van het bouwen,
dat er ook wat faciliteiten worden geschapen, dat mensen zelf kunnen gaan bouwen. Ik hoor goede geluiden van een 7% regeling, ja. Die verhoogd is van wat het was, 100 zoveel, nu naar 250.000 SRD. Ik ben blij. Dus dat betekent dat dat verder moet worden gestimuleerd. Ondernemerschap moet prioriteit blijven genieten. En ik vind goed dat die president goede voorbeelden aanhaalt. Zelf heb ik altijd gezegd, we worden vaak in Suriname opgeleid, getraind, opgevoed om goedemorgen baas te zeggen, omdat we onvoldoende het ondernemerschap stimuleren in onze opvoeding, op school. Ja. Maar de overheid doet ook tot voor kort zeker weinig om dat echt te stimuleren. En ik geloof dat we daar een regering met onder andere het verder laten werken van het KMO-fonds. Ik ben het ingesteld. Ik was een van de gasten die in 2014-15 aan de weg timmerde daarvoor. Maar we willen dat het echt gaat werken. Dat steeds meer ondernemers, evenals bij het AKF-fonds, toegang kunnen vinden. Want de ideeën zijn er. De businessplannen liggen op tafel. Maar die moeten worden uitgevoerd. En we willen dat inderdaad die productie in bepaalde sectoren, de houtsector, de productie in visserij, dat we ook steeds meer gaan verdienen in de mijnbouwsector. Doordat vanuit de illegale hoeken, door dat goed te regelen, dat de regering dat doet, zodat Suriname meer verdient. En ik kan niet afsluiten dit gedeelte zonder mijn stokpaardje, toerisme, om de regering te vragen om onder de poot van het verhogen van de verdiencapaciteit, want dat is wat ik vind dat prioriteit moet zijn onder een aantal noemers, ja, dat de toerismesector absoluut de nodige prioriteit geniet om vanuit de toerismewet en het toerismemasterplan te doen wat Suriname heeft aan de potentie in de toerismesector. De green economy, we hebben groen gehad van God. Laten we dat gebruiken. Er is wetgeving. Laten we met z'n allen daarachter staan, zodat we vanuit deze potentiële sectoren de verdiencapaciteit van het land kunnen gaan vergroten. En wat dat betreft hebben we werk. Maar ik ben vrij positief gesteld door de koers die op dat punt is uitgezet. Oké, okay, dat is een mondvol. We hebben een begrotingstekort van 1,6 miljard. Dat is een historie, ja. Wat is uw mening hieromtrent? Wel, een begroting is eigenlijk gewoon een weergave van de geplande inkomsten en uitgaven. Ja. Ik denk dat we niet gewoon moeten kijken naar het absoluut bedrag, maar daadwerkelijk behoorlijk wat aandacht moeten gaan besteden aan wat is daadwerkelijk gepland als inkomsten en wat is daadwerkelijk gepland als uitgaven. Waaraan denkt de regering haar geld te verdienen en waaraan denkt de regering dat geld uit te geven? En wanneer je dat analyseert en naast elkaar plaatst, dan pas ga je eigenlijk een mening kunnen vormen van is het begrotingstekort te groot of is het nog mee te nemen, kunnen we ermee leven. Het is heel belangrijk om na te gaan vooral waaraan de regering geld wil uitgeven. Wat zijn de projecten dat begroot zijn? Wat zijn de prioriteiten die opgenomen zijn in de begroting? Hoe ziet het beleid uit van de regering? Hoe is het beleid uiteengezet binnen de begroting? En wanneer we dat hebben, kunnen we zeggen van is het groot of is het niet groot? Is het realiseerbaar, is het niet realiseerbaar? Op dit moment kunnen we wel zeggen, het is wel binnen de wet, wat de wet op staatsschuld zegt, dat het 5% van het BBP moet zijn. Absoluut maakt niet zo, dus ik bedoel in termen van het bedrag, dat maakt niet zoveel uit. Want je kan een absoluut bedrag hebben van bijvoorbeeld 600 miljoen, maar het is nog steeds 5% van het BBP. En nu heb je 1,6 miljard, maar dat is ook 5% van je BBP. Dus relatief is daar bijna geen verschil aan. Maar absoluut verschilt dat bedrag dus wel. Dus we moeten echt goed gaan kijken naar de begroting van wat we daadwerkelijk kunnen uitvoeren. En of we de projecten die misschien in de begroting zijn opgenomen en middels leningen gefinancierd zouden worden, of we die kunnen dragen. Of we veel meer of veel beter kunnen werken aan innen van onze eigen inkomsten. Middels belastingmiddelen, niet belastingmiddelen, noem maar op. Er zijn een aantal manieren. Dus dat zijn zaken die goed bekeken moeten worden voordat we een oordeel kunnen vormen of het tekort groot is of klein is of toch nog of we ermee kunnen leven.
Zouden we eventueel meer moeten gaan putten uit bepaalde sectoren om het tekort op te vangen? Ik denk van wel. Ik denk dat er een aantal sectoren zijn waaruit de regering nog behoorlijk wat kan verdienen. Melvin heeft net aangehaald dat van het ordenen van de kleine grootsector. Ja. Het kan ons nog veel meer opbrengen, het verder ontwikkelen van de houtsector. Ik vond het voorbeeld dat aangehaald was door de president, dat gewoon een groep Bosland-Creoolse jongeren zich hebben gebundeld, zich hebben georganiseerd en een bedrijf hebben opgezet die nu in aanmerking kan komen voor een samenwerking van meer dan 100 miljoen US dollar. Ja. Als een schone voorbeeld van hoe je meer kan verdienen. Ik neem dat voorbeeld aan van een varkensfokkerij die een van tot de modernste behoort van het Caraïbisch gebied. Ik neem bijvoorbeeld eigenlijk ook, ik kijk ook naar de instrumenten die als basis kunnen dienen om veel meer te verdienen als de beste haven hebben in de regio, als de beste viskeuringslaboratorium hebben in de regio, als een van de landen zijn met enorm veel potentie wanneer het gaat om toerisme, wanneer het gaat om bepaalde sectoren binnen de agrarische sector. Noem maar op. We hebben ook laatst bijvoorbeeld ook fruit en dergelijke kunnen exporteren naar Curaçao. Dus dat zijn allemaal zaken waarbij we beter moeten kijken. En wanneer we dat nader bekijken, nader uitwerken, dan gaat u zien dat we veel meer kunnen halen uit wat we eigenlijk gepland hebben. En daarbij ook de economie veel beter kunnen ordenen en organiseren en laten groeien. Dus wat dat betreft ben ik wel de mening toegedaan. Ja, we kunnen veel meer uit bepaalde sectoren halen. Ja, ik bedoel, ongetwijfeld toch. Ik zeg vaker, Suriname is een land met veel meer kansen dan bedreigingen. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben het vaker gehoord. Je ziet wat er gebeurt in Indonesië, je ziet wat er gebeurt in de regio. Allerlei orkanen, stormen, tsunamis, letterlijk en figuurlijk. Suriname heeft wat dat betreft daar tegenover een heleboel kansen. We hebben aan natuurlijke hulpbronnen. Noem het maar rijkdommen. Meer dan het gemiddeld land in de wereld. We hebben goud, we hebben olie, we hebben hout. We hebben vis, we hebben bingos, pakiras, we hebben alles wat we nodig hebben. Mm-hmm. Wat we onvoldoende hebben gedaan, is dat voldoende ontwikkelen. En we komen steeds op een kruispunt. Ik heb een DNA, de vertegenwoordiger, de ambassadeur uit de Europese Unie voor Suriname ontvangen. En hij zegt één ding waar ik zelf onvoldoende bij heb gestaan en ik denk velen van ons, dat de crisis ons wel op een punt heeft gebracht om onszelf toch wel te weren en op een creatieve, op een veel actievere manier een aantal zaken te doen om inderdaad daarin te komen. En ik geloof dat dat een behoorlijke opportunity is. Aanvullend wil ik wel opmerken dat de president duidelijk met voorbeelden heeft eigenlijk bewezen dat de crisis heel veel kansen biedt. Hij heeft laten zien hoe vrouwen georganiseerd gebruik maken van de kansen in een situatie van crisis en hoe ze succes boeken. Hij heeft laten zien van hoe jongeren gebruik maken van de crisis en succes boeken. Hij heeft laten zien hoe jonge ondernemers zich bundelen, gebruik maken van de faciliteiten door de overheid geboden en succes boeken. Hij heeft laten zien hoe buitenlandse bedrijven hier komen, opportunities creëren in een tijd van crisis en succes boeken. Dus daarmee zegt hij aan ons van, ik heb twee keuzes. Je kan klagen dat er een crisis heerst en gewoon zitten en niets doen. En je kan gebruik maken van de kansen van de crisis en behoorlijk wat realiseren. Ja. Behoorlijk bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Behoorlijk bijdragen aan de groei van de economie. En de keuze ligt echt aan ons. Dus dat wou ik even aanvullen bij collega Maven. Het is misschien ook voor de kijkers goed dat u dat heeft uitgelegd. Want absoluut. We hebben zojuist in een van de dagbladen mogen vernemen dat er een x-aantal bedrijven gesloten zijn vanaf de crisis gaande is. Maar dat u dus juist praat over ondernemerschap die is gegroeid uit die crisis. Ja, maar behalve dat. We moeten niet, we moeten geen struisvogelpolitiek spelen. Bedrijven dichtgaan, ik bedoel uit de registers. Bedrijven schrijven zich altijd in en uit. In welke organisatie dan ook. Dus het moet niet een misleiding zijn. Dat gebeurt altijd. En we zullen niet zeggen dat er geen bedrijven door de moeilijkheidsgraad het inderdaad moeilijk hebben gehad en daardoor zijn gesloten. Er zullen misschien een enkele ertussen liggen.
Maar we moeten ook wel in één adem, als ik verwees naar het artikel en de persoon die daarachter heeft gestaan, ja, ook wel noemen de bedrijven die juist zijn ontstaan, niet alleen maar uit, maar ook door de crisis. Ik heb bijvoorbeeld een ondernemer gesproken die aangeeft dat de crisis hem heeft gedwongen om te diversificeren. Hij was in een autohandel. Ja. Een autohandel, ik bedoel, als mensen het moeilijker hebben, gaan ze geen auto's kopen. Maar vanuit de autohandel is hij andere zaken gaan doen. Zijn de detailhandel gegaan. Ze zijn in ontroerend goed gegaan. Ze zijn andere dingen gaan doen. Waardoor hij zelf meer heeft verdiend en nog steeds verdiend dan in de vorige periode. Dus een stukje creativiteit en een stukje durf, daadkracht. Een stukje, hoe noem je dat? Ook samen kijken, samen praten. Om toch wel ervoor te zorgen dat we het beste hebben. En ik geloof dat geen enkel land dat leuk heeft gevonden. Trinidad hebben we gezien. In Argentinië zien we de moeilijkheden. De IMF is nu daar met een miljardenplan. Over Venezuela praten we al niet meer. Een aantal landen in de regio hebben ontzettend moeilijke tijden gehad. Door de internationale fluctuaties van de commodities. Waarbij de landen in het zuiden erg van afhankelijk zijn. Ja, hier in Suriname hebben we een verhaal van gemaakt van diefstal en corruptie. Sommige mensen hebben dat geloofd. Maar ik ben blij dat steeds meer mensen inzien dat dat een verhaal is. Dat is gehangen aan de situatie waar tegen we hebben gekeken. Waar maar 80%, maar liefst 80% van wat Suriname verdiende, absoluut is vervaagd. Is weggevaagd door deze economische crisis dat ook internationaal gangbaar was. En dat we nu toch wel hebben bewezen. Wij, en ik zeg niet de regering, ik zeg niet de coalitie, ik zeg niet de oppositie. Ik zeg wij als samenleving hebben bewezen dat we op een manier toch wel langzaam maar zeker eruit hebben weten te kruipen en nog verder kruipen om verder te gaan met de ontwikkeling van ons land. U zei eerder dat u de Europese Unie bij u had. De ambassadeur. We hebben zojuist een injectie gehad van de EU van 12,8 miljoen. Maar ook van China hebben we een grant ontvangen van 200 miljoen SRD. Is er al een beeld in welke sectoren de regering deze gelden zal investeren? Of moet dat nog bedacht worden? Nou, ten aanzien van dat deel van de Europese Unie... Ik weet dat een belangrijk deel van het geld, en zei je hetzelfde project zo niet, het voorlaatste project gaat naar de agrarische sector. Mm-hmm. Er wordt daar een project uitgevoerd om dus zeg maar de agrarische producenten, om ze in feite te versterken, de producten, smart, de kwaliteit, ja, van de producten te verhogen en in feite ready te maken, niet alleen voor de lokale markt, maar ook voor de export. Dus dat is één deel en ik denk dat die intentie en dat uitgangspunt bijzonder goed is. Daarnaast, als wordt gesproken over de grant van China, dat heb ik zelf niet gehoord, we horen dat wel, maar ik denk dat je niet veel te ver moet gaan. Ik ga weer met een belangrijke stokpark komen, huisvesting. Dat we er dus toch alles aan doen om een goed deel van die middelen te investeren in huisvesting. Maar een dak boven je hoofd is toch wel een basis en het is een grote behoefte van mensen. Geef ze grond, zeg ik, ze bouwen. Geef ze een huis en ze betalen het af in plaats van een huur. Dus ik zag daar absoluut een pleidooi voor voeren. Okay. Ik benadruk datgene wat Melvin hier heeft aangehaald van huisvesting geniet prioriteit. Mm-hmm. Het zou een groot genoegen voor ons vooral zijn wanneer een groot deel van dat geld misschien naar een huisvestingsfonds zou gaan en van daaruit de mensen zouden kunnen putten. We zijn ook al bezig met een wet. Voor een huisvestingsfonds. Ja. Ik hoop dat dat echt dit jaar of volgend jaar komt, dat dat ook een realiteit wordt. Maar als we zouden mogen kiezen voor sectoren, dan zou ik heel graag willen, en dat is gewoon mijn persoonlijke mening, dat we toch nog een deel van dat geld besteden aan de agrarische sector, omdat we gezien hebben wat voor potentie de agrarische sector heeft. En wanneer de president bijvoorbeeld aanhaalt dat we al een viskeuringslaboratorium, die op nummer 1 staat binnen het Caribisch gebied hier in Suriname hebben, wanneer onze visserijbedrijven toonaangevend zijn in de Caribische regio, dan vind ik dat we toch nog een deel daarvan, omdat we de infrastructuur al hebben, binnen de agrarische sector zouden moeten investeren. Maar ook bijvoorbeeld wanneer het gaat om infra,
Toch, dan kunnen we daarin behoorlijk wat investeren. Ja. Omdat wanneer je infra daar is, wanneer je wegen zijn gemaakt, dan krijg je investeringen, dan kunnen de mensen ook gaan bouwen. Noem maar op, want infra vormt de basis voor de ontwikkeling van de economie. Dus ik zou zeggen, van laten we echt die prioriteiten stellen van huisvesting echt waar. Nummer 1 voor mij. Voor mij ook, 100%. Ja, huisvesting gewoon nummer 1. Ja. En daarnaast ook bijvoorbeeld... agrarische sector, dan kunnen we kijken naar binnen de agrarische sector welke sectoren we extra gaan ondersteunen en daarna misschien infra, toerisme daarna, dan kan je je prioriteiten zo stellen. Maar echt huisvesting is nummer 1. Ja, en laat me benadrukken dat onder een noemer het er absoluut op neer zal moeten komen. In feite, elke loon die je hebt, dus lening, of elke grant, schenking, zal duurzaam moeten worden besteed. Ja. Duurzaam. Mm-hmm. Dus dat is voor mij de grote noemer. Vaak hebben we momenten waar we als beleidsmakers en zeker als verantwoordelijke en leidinggevende binnen het geheel momenten hebben van discussiëren wat en hoe en waar. Maar die noemer, daar zijn we er allemaal over. Het moet duurzaam gebeuren. Zelf geloof ik in inderdaad het uitgangspunt van een fonds. Omdat dat zelf revolverend is. We kennen het huisvestingsfonds. In die zin dat er over is gesproken. Dus dit is een moment om daarin te investeren. Je zou ook in KMO-fonds. Dat is het een middelgroot ondernemerschapsfonds om de kleine en de middelgrote ondernemers te stimuleren. Zou ook daarin kunnen zetten. In een studiefonds. Omdat een fonds betekent dat het nu ten goede komt van de doelgroep. De doelgroep weerbaar wordt gemaakt om dat terug te betalen. Dat weer gaat in het fonds. En weer andere mensen de gelegenheid krijgen om daarvan gebruik te maken. Dus ik geloof sterk daarin. Zelf als ik echt alleen de pen in handen had om dat besluit te nemen, was het echt voor een sociaal woningbouwfonds, voor een ondernemerschapsfonds. Omdat ik weet dat dat nu grote behoeften zijn. En nu mensen weerbaar maken die voor anderen dat klaarstomen. Dus we kijken er naar uit. En ik geloof dat we vanuit onze plaats en positie in DNA, maar soms ook buiten de kamers van DNA, met de regering in die richting zullen praten. Deze bedragen zien we niet terug op de ontwerpstaatsbegroting. Betekent het dus wel dat ook beleidsonderdelen die genoemd zijn in de staatsbegroting, dat die ook gefinancierd kunnen worden uit deze grens? Sowieso denk ik dat ook andere beleidsmaatregelen uit deze grens gefinancierd kunnen worden. Ja. Maar schenkingen en schenkingen vooral hoeven niet opgenomen te worden in de begroting. Meestal worden ze wel vermeld hoor, dat aan schenkingen en dergelijke er zoveel wordt verdiend, maar heel vaak niet. Je kan het in een jaarplan weergeven. Bij de behandeling van de begroting kan het ook worden opgenomen. Toch? Want dan komen er wijzigingen. Heel vaak heb je ook bijvoorbeeld wanneer de begroting al goedgekeurd is en midden in het jaar krijg je een schenking of een grant. Dat is niet opgenomen in de begroting. Mm-hmm. Toch? Maar je accepteert het wel. En later wordt het weer vermeld bij een volgende begroting van wat er allemaal gerealiseerd is. Wat gedaan is met het geld. Maar de verantwoording moet wel daar zijn. Oké. Als ik het goed begrijp, betekent het dat dus beleidsonderdelen wel met een grant gefinancierd kunnen worden. Maar dat maakt toch ook de beleidsvoornemens realistisch? Absoluut. Want als je dat gecoverd hebt met een grant, dan heb je toch wel iets gedaan ermee dat eerder genoemd was of dat je voornemen was. Absoluut. Sowieso eigenlijk wanneer we kijken naar de beleidsvoornemens. Daarover hebben we eerder al gesproken. Sowieso zijn ze allemaal realistisch. Het hangt af van wat je allemaal doet om ze te realiseren. Mm-hmm. Je gaat niet alles tegelijk kunnen realiseren. Mm-hmm. Maar je gaat behoorlijk wat kunnen realiseren. Tenminste waaraan je werkt. Voorheen sprak niemand bijvoorbeeld over een spaar- en stabilisatiefonds. Maar we hebben het toch gerealiseerd. Mm-hmm. Voorheen had Suriname nooit een huisvestingsplan. Maar nu hebben we toch een huisvestingsplan. Voorheen sprak niemand over studentenflats. Maar nu hebben we 300 studentenflats. 300 studenten gaan worden geaccommodeerd. Mm-hmm. Voorheen waren er niet duizenden huizen gebouwd binnen een regeerperiode. Maar nu is dat wel gebeurd. Voorheen werden niet honderden beschikkingen uitgereikt in verschillende districten. Nu wordt dat wel gedaan. Voorheen werd niet zoveel als nu geïnvesteerd in ondernemerschap, opkrikken van ondernemerschap. Nu wordt dat wel gedaan. Voorheen was er nooit eerder zo hard gewerkt aan versterking van het
wettelijk kader wanneer het gaat om fiscale transparantie. Nu heeft dat wel plaatsgevonden, toch? De wet op jaarrekening is daar, de wet op Institute of Chartered Accountants is daar, noem maar op. Dus er zijn een aantal dingen die voorheen gewoon een voornemen was, maar nooit gerealiseerd was, die nu wel zijn gerealiseerd. Wanneer je beleidsvoornemens daar hebt en je werkt eraan, je stelt je prioriteiten en je hebt de middelen om ze te realiseren, dan realiseer je dat. Ja. Dus ik denk best wel dat ze allemaal realiseerbaar zijn. En ik ben blij met die opsomming en die benadering. Want je praat over de critici en we weten, we kennen ze, we weten uit welke hoek ze soms komen. Mm-hmm. En dan hoor je ze roepen, ja, de regering heeft allerlei voornemens en dromen. Laat me op de eerste plaats zeggen, dromen moet je hebben. Mm-hmm. Als persoon, als beleidsmaker, als leider, als vader van een gezin, als moeder. Je moet dromen hebben, omdat je daar naartoe kan werken. Ja. Maar het is heel lelijk van een derde die naar je kijkt. En het lijkt alsof hij of zij in de lucht springt als je je dromen nog niet hebt bereikt. We moeten geloof hebben in wat we willen doen. Daar begint het bij. Mm-hmm. Het begint bij jou als persoon. Je moet geloof hebben in wat je wilt doen. En natuurlijk, we nemen een politiek huis, dus politiek mag je bedrijven. Maar het moet op een eerlijke, maar vooral politiek volwassen manier gebeuren. Want wanneer er wordt gesproken, ik hoor allerlei noodkreten, ik hoorde dat vandaag nog in een radio-interview. Ja, maar de regering heeft ook beloofd over flyovers die moeten komen. Er zijn misschien nog geen flyovers. Mm-hmm. Maar er is wel een highway opgenomen in Dalian 4 die nu wordt aangepakt. Een highway die qua infrastructuur een van de grootste en mooiste infrastructurele projecten wordt van de afgelopen 10, misschien 15 jaar. Toen jij het voor het zeggen had. Er wordt ook gesproken ja, over een diepzeehaven. De regering zou ook bouwen een diepzeehaven die ze komen en dromen. Die diepzeehaven is er misschien nog niet, maar met het prudent beleid dat er is gevoerd, heeft Suriname wel een van de beste havens. En zelfs de beste haven gewaarmerkt in de hele regio. Ja. Zo wordt er ook gesproken over 18.000 woningen die er moeten worden gebouwd. Ja, maar regering nooit een bouw 18.000 woningen. Maar toch wel met een stukje visie. Die sociale kracht, die drive die er is, heeft bestaan, hebben we wel een aantal, niet één, niet twee, een aantal woningbouwprojecten met bij elkaar een aantal 100 woningen in Richelieu, op Hanaslus, Altona worden er nu gebouwd. Dus kan je de 18.000 de eten, maar als je ze optelt, zijn het meer huizen die je in 10, 15, 20 jaar niet hebt gebouwd. Dus thema op kritiek, wanneer je iemand anders droom wil uitleggen, noem het een droom, wijs je, het is een ernstig voornemen, dan moet je wel eerlijk zijn, dan moet je wel in de spiegel kunnen kijken. En dan moeten die noodkreten van jou niet een noodkreet zijn die jezelf belachelijk maakt. Want terwijl je lafoe, dan zijn die ballen van de regering wel stevig aan elkaar gerold om onze mouwen op te trekken en te werken dat hij weer komt, dat die haven het beste is, dat die langzaam maar zeker die woningen die er worden gebouwd wel kunnen staan voor de mensen straks. En ik wil Amsterdam iedereen die toch wel een verantwoordelijkheid heeft en die regering bemoedigen om gewoon vooral door te gaan. Ja, want we kunnen het en we zullen het. Daar heb ik absoluut geen twijfel over. Netjes. Vanuit de oppositie wordt ook gezegd dat de regering op een verkeerd spoor zit ten aanzien van het buitenlands beleid. Wat denkt u daarover? Ten aanzien van het buitenlands beleid kan ik zeggen van datgene wat wij dit jaar hebben gerealiseerd en de afgelopen periode hebben gerealiseerd, de oppositie nooit is gelukt, toch? De komst van de president van India hier, van de minister van Buitenlandse Zaken van China en noem maar op andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar niet alleen hun komst, maar de samenwerking, de intensivering van de samenwerking tussen Suriname en die grote wereldmogendheden, dat is belangrijk. De samenwerking op verschillende gebieden, op agrarisch gebied, op het gebied van ICT, op het gebied van onderwijs, noem maar op, dat is heel belangrijk. De cursussen en de trainingen die bijvoorbeeld onze studenten, onze jongeren nu allemaal in China volgen. Dat is belangrijk. De kennis
Toch? De kennisverrijking die wij nu krijgen vanuit het buitenland, dat is belangrijk. De ondersteuning en de willingness van deze landen, van deze grote landen, om Suriname bij te staan in haar ontwikkeling, dat is belangrijk. En dat is wat er geaccentueerd wordt. Ik denk dat de presidentiële diplomatie, als ik het goed verwoord, nooit zo goed inhoud heeft gehad als tijdens president Boutersen. En dat is gewoon een realiteit. Ja, daarover wil ik in aansluiting op wat ik eerder zei. Dat je soms allerlei luchtballonnen kan maken, maar dat diezelfde luchtballonnen keer in je gezicht bost. Ik voer je terug naar het moment waar diezelfde oppositie toen in 2008, 2009 en 2010 in de campagne heeft gezegd: ja, we stemmen de NDP, we stemmen de Boutersen. Want het land zal geïsoleerd raken. U gaat nergens meer kunnen gaan. U gaat geen visum krijgen. Niemand gaat naar het land komen. Ik breng een herinnering. Ja. Kan ook vergeten. Maar ik breng een herinnering. Dat is weer een ballon die ze hebben opgeblazen. Maar dat in hun eigen gezicht bost. Omdat niets minder waar is. Integendeel zien we een buitenlands beleid. Dat Suriname op de kaart plaatst. Dat Suriname toch wel maakt tot een land dat in de regio zeker in aanzien stijgt. En ik maak het zelf ook mee in de internationale fora waar ik ben. Ik ben vaste verdiener geworden van Suriname bij de Interparlementaire Unie. En ik stap de vergadering binnen. Steeds meer in stijgende waarde. Niet als persoon, maar als land. Ja. Omdat men steeds meer waardering heeft voor wat we hebben neergezet. En we zien de minister van Buitenlandse Zaken internationaal profileren. Als volgens mij geen enkele minister van Buitenlandse Zaken dat namens een president eerder heeft gedaan. Dus ik geloof dat het tegendeel is bewezen. Het belangrijkste verschil, en daarom zeg ik, de NDP zal een partij blijven met visie en ideologie om te weten waar ze nu waar willen we met elkaar naartoe gaan, is de ideologie dat we op de eerste plaats moeten beseffen dat Suriname op eigen kracht een aantal dingen kan doen. Met onze eigen mensen, ongeacht etniciteit, afkomst, leeftijd, karkom. Maar dat samen met waardevolle partners op basis van een stukje wederzijds respect, wederzijds voordeel, maar vooral aan wederzijds respect. En u weet dat we de tijden achter ons een beleid hebben gehad, een visie, ideologie hebben gehad, dat Holland in feite nog ben je een land op die aardbol als een land. Maar het land. Ja. Het enige land waar Suriname relaties mee moest hebben. Want het is ons moederland. Abobi Merki Dape. Maar we hebben gedurfd beleid gezien dat Suriname toch wel haar vleugels heeft uitgeslagen. Dat Holland niet het land is waar Suriname mee moet werken. Holland is just a country. En we hebben geen ruzie. Ja. We hebben goede relatie met onze mensen in Nederland. Sommige mensen van ons gaan. Zijn dagelijks in contact. De business community is daar. NGO's is daar. De NGO's zijn daar. Ook weet ik dat op politiek niveau er ook wat contact bestaat. Dus geen ruzie. Maar het is niet het land. Het is een land. En wij werken met landen op basis van een Zuid-Zuid coöperatie. We hebben van onze visie en ideologie gezegd, look on. En dan kom ik weer op het persoonlijke. Je kan abim mati, je beste mati, zeitang, weet ik veel, vietang, paramaribana, mata, lili dorp. Maar jouw buren zijn nog steeds je eerste en je beste vrienden. Behoren het te zijn. Dus die regionale inbedding van ons, die regionale integratie geniet prioriteit. En waarmee is Suriname begonnen? In de periode Boutersen 1 en vervolgens 2. Een behoorlijke regionale integratiepolitiek. Voorzitter geweest van de CARICOM, banden aangespannen met Guyana, met Frans-Guyana, met Brazilië, waar de president nog dit jaar naartoe is geweest. De Zuid-Zuid-relaties met China, met India, met Rusland. En ga zo maar door. Dat is een stukje visie en beleid en ideologie. En ik geloof dat als je je ogen daarvoor wil sluiten en wil blijven geloven in die ballon dat Suriname geïsoleerd zal raken, dan ben je dan wacht je dat ballon bos. We hebben daar wat dat betreft geen tijd meer te verliezen. Wij doen op eigen kracht een aantal dingen en wij werken nogmaals met waardevolle vrienden, waardige vrienden, op basis van wederzijds respect en wederzijds voordelen. En dat is waar we het buitenlands beleid verder voortzien gaan. Oké.
U zei zo net dat de oppositie het in 15, 20 jaren niet heeft kunnen doen, dat ten aanzien van het buitenlands beleid. Maar misschien moeten we het nu samen gaan doen. Wel, als de wereld van de oppositie groter zou zijn dan Nederland, dan zouden ze een betere job kunnen doen. Maar tot nu toe zie ik dat hun wereld alleen uit Nederland bestaat. En zolang dat zo is, alles van hun is geconcentreerd rondom Nederland, gaan ze nooit een betere job kunnen doen. Dus wij zijn daar om die job te doen. We hebben het beter gedaan en we gaan het altijd beter kunnen doen dan hun. Oké, meneer Boba. Ja, dat is een beetje genuanceerd. Van mezelf ben ik inderdaad iemand die altijd openstaat te praten en te werken. En ik zeg altijd, als de verschillen zo ver zijn, dan zijn de verschillen daar. Mm-hmm. Dan moet je gewoon wachten tot jij het voor het zeggen hebt. En dan op basis van het verschil dat jij had met mij, moet je eigen ding proberen te doen. Maar als er momenten zijn en zaken zijn waar we elkaar kunnen vinden, zoals dat soms in DNA ook gebeurt. Ik heb ook niet altijd de makkelijkste taak om, als het daar is, de vergaderingen te volgen, andere keer te leiden. Maar er zijn wel momenten waar dat mogelijk is, omdat we op een goede manier elkaar vinden. Want per slot van rekening zeg ik, we zijn misschien verschillen van afkomst. Soms ook politiek, vaak ook politiek. Maar we zijn Surinamers, dus ja. Je moet toch wel daarvoor openstaan. Maar ik geloof dat het samenwerken op dat punt en het samen doen op dat punt niet op de eerste plaats zal afhangen van in elk geval de NDP, de partij die nu de regeercoalitie uitmaakt samen met haar partners. Mm-hmm. U ziet dat de samenwerking al is ook met andere voormalige oppositiepartijen. Dus het zal niet van de regerende partij, de NDP, afhangen. Het zal afhangen aan de houding van de oppositie in deze. In sommige zin, in partijzin, hoe profileert een partij zich aan de andere zijde? Wat is de visie, wat is de ideologie? Maar ook de persoonlijke, de personen binnen het geheel. De persoonlijke zaken die er worden gebracht. Als ik naar sommige mensen kijk en luister, dan denk ik dat het bijna onvoorstelbaar is om met zo iemand die als een Turk ongecontroleerd op televisie bepaalde dingen zegt en spuit, om daar aan tafel mee te zitten. Ik vind dat je daar je houding moet veranderen. Mm-hmm. Ja, die veranderen je houding, kunnen we met elkaar aan tafel zitten. Maar ik zeg, we moeten altijd openstaan om op basis van de gemeenschappelijke doelen die we hebben, de gemeenschappelijke ideeën die we hebben, ja, toch elkaar te vinden om dat samen te doen. Omdat we door deze samenwerking er meer voor kunnen gaan en meer garantie kunnen hebben dat we de nationale ambities en de nationale doelen die we hebben gesteld moeten gaan bereiken. Ik heb ook vele discussies vaker gezegd en met mij ook wel sommige mensen die dat zien. Ik geloof niet dat we dit land kunnen draaien, kunnen ontwikkelen op basis van een begroting, mm-hmm, op basis van 1 jaar reden. Maar we zullen dat doen op basis van een meerjaren strategisch ontwikkelingsplan. Mm-hmm. Uitgezet over 10, 15 en zelfs 20 jaar. Wat zijn de sectoren die we willen ontwikkelen? Hoe gaan we dat doen? Met wie? Waarin gaan we investeren? En zo kun je natuurlijk verder gaan. Dat is wat we moeten doen. En ik denk niet dat dat iets is van 1 politieke partij. 2 politieke partijen, zelf 10 niet. Het is iets van de politiek, het is iets van het bedrijfsleven, vakbeweging, het sociaal middenveld, het is iets van Suriname. Dus daar droom ik nog steeds van. En wie wil, mag ook deze droom in een luchtballon gooien. Maar ik kan u garanderen dat we op een punt wel zover komen dat die luchtballon ook zal bossen. Omdat ik denk dat steeds meer Surinamers moeten beseffen en zullen moeten beseffen dat we meer jaren op een langere termijn zullen moeten denken en op dat punt samen met elkaar moeten werken. We moeten het samen doen. Dat zijn de woorden van meneer Bova. We zijn aan het einde gekomen van dit vraaggesprek. Heeft u tot slot nog iets aan de gemeenschap over te brengen of te zeggen? Ja. Wel, ik zou best wel willen benadrukken dat datgene wat de president heeft aangehaald, dat we de potentie beschikken, dat we eigenlijk de wil beschikken om dat werk gedaan te krijgen. En dat we gewoon ervoor moeten gaan.
Dus ik zou gewoon willen herhalen. En ik denk dat Melvin straks zeer zeker zal doen. Van, we can do the job together. But we can do the job. En we zijn daar om eigenlijk de job te doen en de job te klaren. En we gaan uiteindelijk ervoor zorgen, vooral als jongeren van het land, dat we de job gedaan krijgen. Ja, in dat geval sluit ik af met hetgeen als laatste heb gezegd, dat bevestiging en de bekrachtiging dat indeed we can do the job. En dat is een kreet niet zomaar gezegd en plotseling populair geworden. Ik denk dat iedereen erop wachtte om die inspiratie en die motivatie te krijgen. Dat, maar werkelijk, joh. Je kan het een beetje moeilijk naar scoren of thuis of waar dan ook. Maar als ik me ervoor inspan, dan kan ik het echt doen. Als leerkracht, als ouder, als verzorger, als politieman, als politician, als aannemer of wat dan ook. Uit welke sector we ook komen. Soms heb je van die moeilijke momenten. Dan zie je van, als ik dat doe, als ik die richting op, dan kunnen we het inderdaad doen. Dus laten we, inderdaad, het is een belangrijk aspect uit die jaren dat de president heeft gebracht, onderstreept en onderbouwd met een aantal voorbeelden. Ja. Dat, hoe dat ook is, vanaf de tijd van Anthony Nesty heeft hij aangegrepen, tot aan nu met de ondernemers, de jongens, de Tjinjuka Boy noemde hij dat zo mooi, en de Japanese Boy, alle Desarana Boy, laat me het in één woord zeggen, in de verschillende uithoeken, dat het inderdaad kan. Als we willen, kan dat. Laten we de jaarreden niet aangrepen om allerlei dingen tegenaan te gooien of ook allerlei mooie dingen eromheen te zeggen. Het is een document. De begroting is daar. Dat zijn documenten. Wat het uiteindelijk wordt, is de inspanning die we daar tegenaan gooien. Is het werk dat we bereid zijn daar tegenaan te zetten. Is de tijd die we daarvoor willen geven. Als we om 11 uur en 12 uur 's ochtends willen opstaan en dan onze dag willen beginnen en denken dat alles goed komt, dan gaan we dat niet bereiken. Als we denken dat we uit een luie lichtstoel dat kunnen doen, gaan we dat niet bereiken. Als we ook denken dat we gewoon op de televisie allerlei dingen komen kraaien en noem maar op, allerlei kritiek gaan spuien aan de kantlijn, zonder je schouder aan het werk te zetten, persoonlijk maar ook in het land, uno doro. Als het bedrijfsleven de kansen voorbij laat gaan die er nationaal en internationaal zijn, dan gaan we ook niet aankomen als studenten die de verantwoordelijkheid hebben om hun boeken op te pakken, te leren, te studeren. Als ze dat blijven laten liggen, dan komen ze ook niet waar we moeten zijn. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om te doen wat we kunnen. Jaarreden is een stukje papier. Begroting ook. Wij zorgen ervoor dat het wordt bediscussieerd en dat het wordt aangenomen. Dat nog op is papieren, maar we werken. Ja. En ik wil iedereen bemoedigen om daarvoor te gaan. Dank u wel. In de inleiding gaf ik aan dat critici stellen dat de jaarrede van de president niet realistisch en afhaalbaar is. Meneer Abdul gaf aan dat het wel realistisch is, maar dat de regering niet alles in één keer kan doen. Meneer Bouva die gaf ook aan dat er kritiek mag zijn, maar dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de projecten die wel gerealiseerd zijn. Verder gaf de vicevoorzitter van DNA aan dat we geloof moeten hebben in hetgeen we willen doen, maar dat we ook groot mogen dromen. Beide heren sloten af door de president te citeren met "We can do the job." Daarmee sluit ik ook af. Heeft u deze aflevering gemist, dan kunt u altijd de herhaling bekijken op de woensdag en de vrijdagavond om 9 uur. En als u het alsnog wil bekijken, bezoekt u de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond. Opinie.